Goed dat jullie er allemaal al zijn. We hopen dat er straks nog wat meer mensen aankomen waaien, maar dat gebeurt vast vanzelf. Welkom bij de nieuwe editie van de Beta Break over China en de wetenschap. Van oudsher was China een land van wetenschap en technologie, uitvindingen. De lijst met uitvindingen uit China op Wikipedia is echt eindeloos. Onder Mao liep dat een beetje terug. Heeft China een beetje een achterstand opgelopen. Maar die zijn ze de laatste decennia weer onwijs hard aan het inhalen. En we zijn vandaag eigenlijk benieuwd, waar gaat dat naartoe? Hoe staat dat er nu voor? Wat betekent dat voor Nederland? Hoe is de samenwerking eigenlijk tussen China en Nederland? Hoe gaat dat, samenwerken met Chinese onderzoekers? En we hebben daarvoor als sprekers van links naar rechts Sonja Smets, Anouk Tsou en Karel van Dijk. Naast mij staat Tessa, ik ben Evita, wij zijn van de Beta Break Commissie. En we gaan er een heel leuk en leerzaam uurtje van maken. Dus blijf er vooral allemaal bij. Ja, en je kan ons ook volgen op Twitter met de hashtag China en de wetenschap. Als je een vraag hebt of je bent het ergens niet mee eens, schroom niet. En kom even achter ons staan, dan geven we je een beurt en dan kan je een vraag stellen aan de sprekers. Als je halverwege weg moet en je vindt dat heel erg jammer, kan je de Beta Break terugkijken op betabreak.nl. Sonja, ik wil even bij jou beginnen. Sonja is werkzaam geweest tot in 2010 bij de KNAW. Ik zeg Sonja, maar ik bedoel Anouk. Oh ja. En de KNAW staat voor de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap. En nu werkt ze aan de UvA als beleidsadviseur voor internationale relaties. En ik vroeg me af, in je huidige baan aan de UvA, wat heeft dat te maken met China voor jou? In mijn huidige baan bij de UvA heb ik ook weer het genoegen om nauw samen te werken met Chinese counterparts en organisaties. Omdat de UvA heel strategisch, eigenlijk al sinds de jaren 80, heel slim samenwerkingsverbanden is aangegaan met een aantal topuniversiteiten die nu hoger staan dan de UvA gedeeltelijk in de rankings ook. En dat zijn partnerships die we strategisch verdiepen en verder ontwikkelen. Dus vrij intensief contact met een select aantal universiteiten. Oké, dankjewel. We hebben ook Sonja meegenomen. En Sonja werkt hier aan de overkant bij het Instituut voor Logica. En het instituut die werkt sinds 2013, als ik het goed heb, samen met de Tsinghua Universiteit. En dat is een hele goede universiteit in Beijing. En ik vroeg me af hoe deze samenwerking tot stand is gekomen. Kan je dat kort uitleggen? Ja, dus in september 2013 hebben we onze contacten aangesproken in Tsinghua, Universiteit van Tsinghua. En een van onze alumni daar, Fenrong Liu, was daar benoemd tot hoogleraar binnen de wijsbegeerte. Dus was eigenlijk al een contact dat we hadden. En we dachten van, nou, het zou heel goed zijn, moesten we nu dat structureel opbouwen, zodanig dat we een joint research centrum hebben om die samenwerking wat meer kracht bij te zetten. Waardoor dat er dan uitwisselingen kunnen plaatsvinden van onderzoekers hier die naar daar gaan, ook studenten van Tsinghua die dan actief zijn op het gebied van logica en taalonderzoek, dat die dan naar hier kunnen komen en ook bij ons kunnen studeren en cursussen kunnen volgen. En ondertussen hebben we dus heel wat onderzoekers die over en weer gaan. We hebben ook een KNAW samenwerkingsproject geschreven en dat loopt heel goed. Dus ja, dat heeft voor ons wel heel wat betekend, want nu hebben wij dus een concreet centrum, een concreet samenwerkingsverband met Tsinghua Universiteit. Oké, nou we gaan het er straks nog uitgebreid over hebben, over deze samenwerking. Maar eerst wil ik nog eventjes Karel van Dijk introduceren, de enige man in ons gezelschap. Hij is consultant bij Bril Innovatie en geeft een module in China bij de MBA over innoveren, strategisch management, bij de Renmin University. En dat is ook in Beijing, toch? Ja, ja. Renmin is in Beijing. Die liggen tegenover Tsinghua. Dank je, sorry. Ja, dat klopt. Overigens niet alleen bij Renmin, om dat even recht te zetten. Ook Jiao Tong in Shanghai. De University van Chongqing,
En ik kom ook nog eens bij Tsinghua over de vloer. Dus men heeft eigenlijk vanuit China behoefte aan wat nieuwere inzichten op het gebied van hoe je innovatie structureert en hoe je dat proces begeleidt. En nou, wat ik doe is dus bij business studenten, MBA, maar ook wat andere business graduates, maar veelal dus management, kijken of we daar wat eigentijdse denkwijzes en concepten kunnen uitwerken. Oké, dankjewel. Daar gaan we het straks ook zeker nog meer over hebben. We willen deze beta break een beetje een historische lijn volgen. Kort hebben over hoe is China aan het opkomen geweest de afgelopen decennia in het wetenschappelijke veld. Wat is de huidige rol van China? En hoe is de samenwerking daarin met Nederland? Dat is eigenlijk de hoofdmoot van dit verhaal. En tot slot willen we een blik op de toekomst werpen. Wat gaat dit betekenen voor Nederland, voor de EU? Verschuift het zwaartepunt van de wetenschap onherroepelijk naar het oosten? Dat is de vraag die uiteindelijk centraal staat. Dus om even te beginnen met de opkomst van China. Anouk, jij als sinoloog weet ook veel over de geschiedenis van China. En ik wil eigenlijk aan jou vragen, China is van oudsher heel erg belangrijk geweest, wat we net al zeiden. Weet jij wanneer er voor het eerst kruisbestuivingen zijn geweest tussen China en Nederland of Europa op wetenschappelijk niveau? Als we het over de contemporaine geschiedenis hebben, dan is het eigenlijk vrij kort na de opening up die in China plaatsvond eind jaren 70. Kun je daar kort iets over zeggen wat de opening up is? Ja, dat is eigenlijk de hervorming die is ingezet onder leiding van Deng Xiaoping na de culturele revolutie. Toen natuurlijk veel afbreuk is gedaan aan mensen die actief waren op wetenschappelijk vlak, maar ook in de kunst en cultuur. Zijn er een aantal commissies die zich op nationaal niveau toen hebben gebogen over wat er nodig zou zijn om de ontwikkeling van China weer flink te stimuleren. En toen is er een beleid opgezet wat bekend staat als de vier moderniseringen. En één daarvan was wetenschap en technologie. En eigenlijk is vanaf dat moment consistent gestart met investeren in de capaciteit en later ook in de kwaliteit van zowel hoger onderwijs als onderzoek. En is het eigenlijk ook continu top-down belangrijk verklaard. En interessant genoeg was Nederland in 1979 een van de eerste westerse landen die ook formeel weer bilaterale relaties heeft aangeknoopt op dat vlak. Naar aanleiding van een oproep van minister Peijs, destijds minister van Onderwijs en Wetenschap. En hij was onder de indruk van wat er in China plaatsvond en zag de mogelijkheden, dus dat was behoorlijk visionair. En heeft toen het Nederlands wetenschappelijk veld nog ouderwets een brief gestuurd met de vraag: wie wil er met China samenwerken? Nou, dat werd warm ontvangen. Er was grote belangstelling en dat leidde ertoe dat het ministerie en later ook de KNW een aantal missies hebben uitgevoerd en eigenlijk vrij snel ook overeenkomsten hebben gesloten met de belangrijkste wetenschapsorganisaties. Het ministerie van Onderwijs, maar ook de Chinese Academie van Wetenschappen, de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen en de voorloper van het Chinese Ministry of Science and Technology. En dat vormt eigenlijk tot op vandaag, dus ruim 35 jaar later, het beleidskader voor de samenwerking. En er is sindsdien eigenlijk continu op basis van reciprociteit bilateraal samengewerkt. Het begon hoofdzakelijk met individuen die heen en weer reisden. En zeker in de beginjaren zou je kunnen zeggen dat voor wat betreft de senioriteit en de keuzes en de onderzoeksvragen die werden gesteld, het initiatief wat meer aan Nederlandse zijde lag. Maar je ziet zo tweede helft jaren 90 en rond de eeuwwisseling dat die balans langzaam is bijgesteld. Dat er echt een enorme groei is geweest, ook van de kennis en de expertise en de opbouw, beschikbaarheid van talent. En dat ook de vraagstukken en keuzes voor thema's sinds die tijd veel meer in balans zijn gemaakt. En ja, vandaag de dag, ik denk vanaf 2008, 2010 zo'n beetje, merkte je toch wel dat de Chinese kant, de counterparts, ook van overheidswegen, steeds meer zelf het initiatief namen daarin. Van wat is nou belangrijk? Op welke thema's willen wij met Nederland samenwerken? Wat willen wij niet? En nou ja, we hebben het over Tsinghua, onze partner, gelukkig als UvA. Want er zijn tal van Nederlandse, maar ook andere West-Europese instellingen die daar een afspraak willen en gewoon niet binnenkomen. Hoe komt dat? Omdat Tsinghua uit de wereldtop kan kiezen.
Ja. Cherrypicking. Iedereen wil met Tsinghua samenwerken. De top uit de VS, andere landen. En dat is natuurlijk een luxe positie en dat dwingt tot keuzes. Dus die brief van Pais was best wel een slimme zet. Uitstekend. Ik denk dat we ons daar heel gelukkig mee kunnen prijzen. Leuk. Ik denk dat hier straks nog ook meer over te spreken komen. Ja, ik begrijp dus dat er in China behoorlijk veel geïnvesteerd werd na die opening up dus, in de wetenschap. En ik wil graag aan Sonja vragen, aan jou. Op welke manier merk jij dat er in China veel aandacht is en veel geld beschikbaar is voor de wetenschap? Ja, dus als je kijkt naar onderzoek in de logica, maar ook aan verbanden gebieden, taalonderzoek en zo, dan zien we op dit moment dat er wel een verschuiving is van heel veel grote congressen die op dit moment in China plaatsvinden. Zomerscholen die daar plaatsvinden. En dat was bijvoorbeeld 10 jaar geleden helemaal niet het geval. Dus het is niet zo dat alle grote congressen op zeker moment allemaal ergens één keer in China plaatsvinden. En dat is nu wel. Dus het is echt een verschuiving als je kijkt naar het internationale onderzoekslandschap van waar is de concentratie van belangrijke activiteiten, waar komen mensen samen. En dan zien we dat dat wel in China het geval is op dit moment. Is dat dan vooral omdat er heel veel geld is? Hoe komt dat? Deels denk ik wel. Zij investeren natuurlijk, het is voor hun heel belangrijk om die grote congressen daar te kunnen organiseren. Dus zij investeren zelf ook. Maar het is ook belangrijk voor een internationale onderzoeksgemeenschap om daar zichtbaar te zijn. Dus als er dan geld voorhanden is binnen een gemeenschap, dan is het voor de gemeenschap ook echt heel goed om bijvoorbeeld een congres dan op Tsinghua of daar ergens in de buurt te kunnen organiseren. Dus het is van twee kanten. Het is niet alleen maar dat de investering van China komt. Het is ook dat wij allemaal het belang daarvan inzien om daar onze zichtbaarheid te hebben. En een ander aspect dat we bijvoorbeeld dat nu opkomt, is dat heel belangrijk onderzoeksmateriaal, dat wil je bijvoorbeeld in de Chinese taal beschikbaar hebben op de Chinese markt. Dus je wil, als je een belangrijk boek hebt, belangrijke uitgaves hebt, dan is het voor ons een meerwaarde als wij daar de studenten en de onderzoekers kunnen bereiken. En de taal is natuurlijk wel een barrière, dus wat je wil is dan dat er een mogelijkheid is om onze werken te laten vertalen. Dus in de logica hebben we dat in 2006, hebben we het werk van Johan van Bentum genomen. En dan is er dus een heel vertaalopdracht gebeurd. En hebben we dat werk vertaald in het Chinees. En dat is in 2006 al begonnen, maar we zien nu veel meer dit soort initiatieven gebeuren. Tof. Ja, oké, leuk om te horen. En Carl, jij kan het misschien iets meer uitleggen vanuit een management oogpunt. Dus hoe manage je die universiteiten dat? En hoe zie jij dat daar veel geld is in de wetenschap? Oké. Om te beginnen, China is nog steeds een plangeleide economie. Dus de overheid geeft aan welke richtingen ingevuld moeten worden. En het bedrijfsleven weet dat als ze meewerken aan het invullen van die richtingen, dat ze zich beter kunnen ontwikkelen. Want dan krijg je allerlei voordelen en een betere positie en dan kun je meer. Dat geldt ook ten aanzien van wetenschap en onderwijs. Zoals jij zei in het begin, richtte China zich vooral op wat wij de toegepaste wetenschappen noemen. Gereedschapsmaken, mechanica, productiefaciliteiten. Alles om het, zeg maar, het economische apparaat op gang te krijgen. China zit nu in de fase waarin ze in een overgang zitten van zeg maar een producerend land naar een diensteneconomie. Dus de ruimte voor wetenschap en onderzoek en innovatie is een heel andere. En dat is overigens nog wel een worsteling die ze hebben, want hun structuren zijn er in eerste instantie vooral op gericht om die toegepaste wetenschappen te promoten. Onderzoek gebeurt door middel van een top-down agenda die neergezet wordt. En onderzoekers kunnen hun onderzoeksvoorstellen pas gehonoreerd krijgen als ze een hele hiërarchische schaal op en neer bewandelen. En dat gaat allemaal op dit ogenblik te langzaam. Dus je ziet dat in China de behoefte aan die volgende stap, ook in wetenschap, ook in kennisontwikkeling, in innovatie, heel erg op de agenda staat. Afgelopen maart was er weer het Volkscongres, wat eens in zoveel tijd zich uitspreekt over het beleid. Die hebben overigens geen formele zeggenschap, maar dat is een applausmachine.
Wat wel belangrijk is, is wat je ziet is dat men daar constateert als conclusie dat de doelstellingen allemaal gehaald zijn die China zich had. Weer op het wereldtoneel komen, terug een speler zijn van belang. Op twee vlakken na. Eén is defensie, ontwikkeling van het militair apparaat. En het andere is de innovatieve slagkracht. Die vinden ze in China te langzaam en te laag. En men constateert daar trouwens ook dat 77% van de toepassingen die uit onderzoek komt, vanuit het bedrijfsleven komen en niet vanuit kennisinstituten. En dat vindt men dus veel te laag. Terug naar planeconomie. Als dat de constatering is, dan hebben ze 5 jaar tijd om daar een slag in te maken. En dan is in China geld eigenlijk nooit het probleem. Dan worden de middelen daarna toegeleid. Dus ik denk dat we in de komende 5 jaar een hele verschuiving gaan zien in hoe onderzoek, hoe wetenschap opgepakt gaat worden en waartoe dat moet leiden. En de eerste maatregel is er trouwens al. Begin april nu is ingevoerd dat de topuniversiteiten extra geld krijgen als zij hun onderzoeksproces kunnen versnellen. Dus je ziet dat dat meteen doorwerkt. En, denk je dan dat het innovatief vermogen van China, dat dat wordt tegengewerkt door de Chinese cultuur of door de logheid van het systeem? Waar zit dan de crux? De logge hiërarchische systemen helpen daar niet in mee. Dat onderkennen ze overigens zelf. Daar proberen ze nu in een nieuwe slag verandering in te brengen. Ik merk ook dat de jongere generatie daar meer moeite mee heeft dan de ouderen. Die in een heel ander systeem hebben leren werken. En dat eigenlijk de status die je hebt en afhankelijk is van hoe je de wetenschappelijke ladder bent opgeklommen tot hoofd van een departement of tot waarbij je de hoofdprofessor bent, dat eigenlijk remt op het proces van onderzoek en met name het creatieve vermogen wat ze daar nodig hebben. En Chinezen zijn heel degelijk, hebben heel veel kennis, maar hebben wat meer moeite met creativiteit en flexibiliteit. En dat is waar ze nu heel sterk op inzetten om dat te ontwikkelen. Anouk, Sonja, herkennen jullie dit? Hoe, Ik denk dat het wel nuttig is om ook een nuance aan te brengen. Ik deel de analyse dat met name in de begin sprint er heel sterk op de toepassing is ingezet. De beta-wetenschappen, landbouw, inderdaad ten dienste van de economie en de ontwikkeling van het land. Maar ook vanwege de urgentie om de grootste bevolking ter wereld te voeden en gezond te houden. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om even te onderstrepen. Dan heeft toepassing ineens een heel andere lading dan zoals we het hier in het wetenschappelijk debat voeren. Wat ik wel zie, en dat gaat zeker langer terug dan het volkscongres van afgelopen maart, is dat de investeringen in basic research, dus fundamenteel onderzoek, echt al een aantal jaar systematisch worden verhoogd. En ik denk dat dat wel getuigt van een heel belangrijk inzicht in het belang van blue sky research. Nieuwe ideeën, niet alleen maar top-down gestuurd. Iets wat we in Nederland en heel West-Europa helaas omgekeerd meemaken. Al langer dan een decennium worden wij alleen geconfronteerd met taakstellingen en bezuinigingen. Wat ik ook heel goed vind aan de manier waarop in China de keuzes worden gemaakt, is dat er echt in talent wordt geïnvesteerd. Beurzenprogramma's, zowel voor uitmuntende Chinese studenten op alle niveaus. Bijvoorbeeld om hun onderzoek, een PhD, net zoals Liu Fengrong, in het buitenland te gaan doen. Maar ook in buitenlandse onderzoekers om een tijd naar China te komen. En dat zijn middelen die zich natuurlijk uit gaan betalen in de toekomst. Als je investeert in de jongere generatie en geld geen rem is, dan is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat zich dat gaat uitbetalen in nieuwe ideeën, nieuwe kennis, nieuwe interacties. China is niet meer geïsoleerd. Dankzij de goede samenwerking hebben wij daar ook toegang toe. Dus ik zie daar dat wel net iets anders ligt. Ik denk dat het niet zwart-wit is. Ik denk dat überhaupt niet dat het verschil tussen toepassing en fundamenteel onderzoek zo strikt gescheiden is. En ik denk dat dat echt wel een punt van aandacht wordt voor de VS, voor West-Europa. Omdat die talentpool die hier opdroogt, zeker in Nederland, daar uitbundig aanwezig is. En zeker ook met de kansen die nu geboden worden. Het nieuwe programma wat de opvolger is van het 985-programma voor de topuniversiteiten om te investeren in onderwijs en onderzoek en internationalisering, krijgt nu een opvolger wat als werktitel in de volksmond World Class 2.0 wordt genoemd, met als doel
om in 2030 6 universiteiten in de wereldwijde top 15 te hebben. Nou, dat zijn toch wel ambitieuze doelstellingen. En even los van of je ze planmatig behaalt of niet, het feit dat je je wetenschappelijke populatie en je jongere generatie prikkelt met die ambitie, is al zo'n verschil met wat wij hier meemaken. En ik denk dat dat enorme impact gaat hebben. Want er is dus best wel wat gaande in China wat betreft wetenschap. En wat is de reputatie op dit moment van China op het gebied van wetenschap voor de rest van de wereld? Ja, daar is niet één simpel antwoord op die vraag. Ik denk dat dat gedifferentieerd ligt, per discipline verschillend, et cetera. Ik denk dat als je afgaat op indicatoren die wij doorgaans bekijken als mensen die voor topuniversiteiten werken, op de rankings zie je gewoon echt een gestage opkomst van die topuniversiteiten. En wat ik hier ook wel graag wil noemen is dat de organisatie van nationale onderzoeksinstituten onder de Chinese Academy of Science ook heel belangrijk is, heel indrukwekkend. Dat daar ook heel erg op innovatie gericht wordt vernieuwd. En voor wat betreft de competitie van de onderzoeksmiddelen, denk ik ook dat het wel goed is om de NSFC te noemen, de National Natural Science Foundation of China, die in tegenstelling tot de Ministry of Science and Technology, die inderdaad wat meer planmatig subsidies uitkeren, juist voor Blue Sky Research gaan en een van de strengste peer review selectiemethodes hebben die ik ooit wereldwijd heb gezien. Dus ik denk wel dat die reputatie langzaam maar zeker steeds meer solide wordt. Een aantal jaren terug zag je dat mensen die dat dan als hobby hadden om naar China te gaan, daarin geloofden, of die warme banden hadden met een specifieke instelling, daar dan de pleitbezorger voor werden. Ik denk dat dat nu steeds breder gedeeld wordt, dat die kwaliteit aanwezig is. En dat blijkt ook uit de samenkomsten, de congressen, het belang wat men ziet van het afreizen naar China en zichzelf daar presenteren. Ja. Zou je ook een concreet voorbeeld kunnen noemen waar China nog wel tegenaan loopt? Ja, ik denk als je het over het hele wetenschappelijk spectrum bekijkt, dat het verschil in de kwaliteitsslag die aan de beta kant en meer in de natural sciences hoek gemaakt is ten opzichte van wat wij hier social sciences en humanities noemen, dat daar wel nog een groot verschil tussen zit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het politieke systeem. Er is wel een positieve ontwikkeling dat er meer vrij gedacht kan worden in onderzoeksvragen. Maar goed, als je kijkt naar vakgebieden als rechtsgeleerdheid, de sociale wetenschappen en ook delen van de geesteswetenschappen, is daar echt nog wel een inhaalslag te maken. Ik denk dat daarvoor samenwerking met landen als Nederland heel erg belangrijk kan zijn voor de Chinese onderzoekers. Zie je dat veranderen in de komende jaren? Ik denk dat er op dit moment wel een grotere investering is in de humane wetenschappen daar. En die voor ons ook heel belangrijk is. Maar als je kijkt naar de reputatie van de kwaliteit van het onderzoek daar, dan is het niet alleen misschien verschillend per vakgebied, maar ook per universiteit. Want wat voor ons heel zichtbaar is, is dat als je kijkt naar Peking University of naar Tsinghua University, dan weten wij dat die studenten daar al vanaf dat ze 3 jaar zijn, door ik weet niet hoeveel examens en tests geraakt zijn en uiteindelijk geselecteerd zijn om dan tot die topuniversiteit te behoren en daar binnen te kunnen. Dus die mensen die ze hebben, ik weet niet of dit een positief iets is, dat je echt door al die examens heen moet. Want de mensen en de studenten die daar werken, die behoren ook echt tot de top daar. Die zijn ook uitstekend heel goed. Dat is helemaal anders in andere universiteiten. Want je hebt ook de studenten die afvallen aan één universiteit en die dan ergens anders werken. Je hebt de normal universities, ze hebben een heel andere strategie, een heel andere soort opleiding dan de universiteit van Tsinghua of Peking University. Dus als je kijkt naar wat de reputatie is, dan is dat ook niet alleen per vakgebied op te splitsen, maar ook per soort onderzoeksinstelling en per soort universiteit die je daar hebt. En wat we wel zien nu is dat veel meer onderzoekers hier getraind zijn of in de VS getraind worden en dan teruggaan. Die daar dan een UD-plaats krijgen aan de universiteit, maar die wel hun training en creativiteit en onderzoek meegekregen hebben in andere instellingen in het Westen. En dat gaat op dit moment voor een grote verandering zorgen daar, ongetwijfeld.
Je noemde net dat de studenten daar door heel veel examens zijn gegaan. Natuurlijk een heel andere manier dan Nederlandse studenten worden opgeleid. Wat merk je in je onderzoeksgroepen als je samenwerkt met Chinese wetenschappers daarvoor verschillen in? Of overeenkomsten? Er is dus een heel sterke structuur. Misschien ook wel een hiërarchie aanwezig die je hier niet altijd ziet. Ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van toen ik zelf op bezoek was. Kwam ik daar 's avonds toe en we hadden pas dezelfde avond dat ik toekwam besloten dat ik de dag daarna 's morgens vroeg een voordracht zou geven. En er werd aan mij gevraagd om dan mijn onderzoekspaper al rond te sturen naar de studenten die dan de volgende ochtend aanwezig zouden zijn. En ik had niet verwacht dat iedereen al mijn heel artikel had gelezen en al vragen en alle materiaal had voorbereid. Want dat, ja, ik bedoel, als ik dit in mijn eigen onderzoeksgroep hier doe, dat zal niet onmiddellijk. Je moet echt de werkdag de tijd geven. Mensen moeten de tijd hebben om daarna te kijken. Maar daar, ja, dat was vanzelfsprekend. Dat ook al krijg je de tekst om 8:00 s'avonds, dan ga je toch nog aan de gang en je gaat eraan werken. En je bent helemaal voorbereid de volgende ochtend. Dus wanneer en op welk moment dat je je tijd investeert, is daar geen punt. Ze zijn zodanig gemotiveerd en gedreven dat dat gewoon tot hun taak behoort. En dat is gewoon een andere soort omgeving, een andere cultuur, een andere instelling dan degene die we hier hebben. Ik zeg niet dat het altijd heel goed is, want ik bedoel, je hebt die vrije tijd ook wel nodig. Dus ik was een beetje zelf verrast van, iedereen heeft hier de nacht doorgewerkt. Het was niet echt mijn plan. Want tijdens onze eerdere gesprekken, Anouk, vertelde je dat de UvA een soort van lessen biedt voor Chinese studenten die hier naar de UvA toe komen. Om ze een beetje te laten wennen aan de wetenschappelijke cultuur hier in Nederland. Klopt toch? Het ligt iets anders. Het is voor alle internationale studenten. We hebben meer dan 100 nationaliteiten hier aan de UvA studeren. En wat we zien, we hebben natuurlijk een langjarige ervaring, is dat met name in de master, de studenten die uit een ander onderwijssysteem komen, toch in de aanpak wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. En dan heb je het over zaken als study skills, van hoe plan je, academic writing, maar ook de mate waarin je interactief optreedt tijdens colleges en debatteert en vragen stelt. Dat is niet alleen voor studenten uit China of andere Aziatische landen, maar denk ook aan Latijns-Amerika, echt even een hele andere koek dan thuis. Ook al stonden ze thuis een droom-GPA gemiddeld, ze zijn echt de eerste weken aan de UvA letterlijk in shock. En om die reden bieden we bij Student Services en ook binnen de faculteiten gerichte trainingen aan om met name die interventie ook vroeg te plegen. Zodat tegen de tijd dat het kerst is, de studenten gewend zijn aan de UvA-systematiek. Dus activerend onderwijs, interactief deelnemen, vragen durven stellen, durven twijfelen. En dat betaalt zich uit in uitstekende resultaten. Dus dat is, geldt in brede zin voor internationals. Wat merk jij ervan, Karel, als je trainingen geeft in China? Nou ja, wat je ziet is, dat kan ik wel beamen, buitengewoon gemotiveerd. Misschien worden hier een paar mensen boos, maar ik denk dat ze stukken harder werken dan hier. Heel veel kennis absorberen, maar tegelijkertijd ook de neiging van wat er mij aangeboden wordt, dat is de waarheid. Dat absorbeer ik en dat leer ik en dan als ik ouder en wijs ben later zal ik daar mijn eigen interpretatie aan kunnen geven. Terwijl hier natuurlijk de cultuur is van in vraag stellen. Wat je zegt, het debatteren, het waarom. En al van meteen bij het begin. Nou, dat zijn ze dus echt niet gewend. Daar hebben ze ook in eerste instantie heel veel moeite mee. Want dat klinkt al meteen als van, ik ga een senior iemand in vraag stellen of zijn resultaten wel de beste zijn. En dat is eigenlijk een heel moeilijk gebied voor de meeste Chinezen. Overigens, dat leren ze heel snel, want dat herken ik ook. Ze zuigen het heel snel op en je ziet ook in China, zie ik het ook aan de wijze waarop men daarmee omgaat, dat heel snel aan het veranderen is. Dat leidt er ook toe dat ik denk dat we de komende jaren veel gaan zien uit dat land. Ik wilde ook nog heel even teruggrijpen op wat Sonja zei. We hebben het nu over China, maar in China spreken ze zelf over het drielagen systeem. De first tier cities, de second tier en de third tier. Bovenaan staan steden als Shanghai, Hongkong, Beijing.
dat is een heel andere wereld dan de derde laag, waar je nog heel erg veel ontwikkeling nodig hebt. En universiteiten zie je daar ook in weerspiegeld. Het is een heel ander beeld, ook hoe met onderzoek en wetenschap omgegaan wordt. Dus je spreekt hier eigenlijk over verschillende snelheden en verschillende gebieden. Maar Chinezen, en dat vind ik wel opvallend, naast gedreven en gedisciplineerd, zijn ook heel erg nieuwsgierig. En ook heel erg bereid om te leren. Het land is open. China beseft dat ze niet volledig geïsoleerd in de wereld vooruit kunnen. Maar wij maken vaak nog wel eens de denkfout om te denken dat als zij dingen van hier opzuigen, dat ze dat ook zo gaan hanteren. Daar hebben ze toch wel hun eigen stijl en opvattingen over. En zij gebruiken wat ze van ons leren om hun eigen weg te vinden. En die is, denk ik, vrij snel aan het veranderen. Leuk. Misschien kunnen we dat gebruiken om over te gaan ook naar de samenwerking tussen Nederland en China. Er zijn nu volgens mij meer dan 300 samenwerkingsprojecten tussen Nederlandse kennisinstellingen en Chinese counterparts. Sonja, waarom zou je samenwerken met Chinese wetenschappers? Ja, dus door het feit dat zij daar een andere culturele achtergrond hebben dan hier, krijg je ook een ander beeld, een ander invalshoek. Soms worden nieuwe vragen gesteld. Door samenwerking met hun kan het goed zijn dat er nieuwe vragen naar boven komen waar dat wij ons helemaal nog niet bewust van waren voordien. Dus plus je hebt een heel grote markt aan onderzoekers die je anders nooit zou bereiken. Dus er zijn heel veel redenen waarom dat we met hun willen samenwerken. Dus inhoudelijk, door het feit dat als je mensen samenbrengt met andere visies, met een andere culturele achtergrond, nieuwe dingen naar boven komen. Dus dat is heel belangrijk. Maar ook gewoon door het feit dat je dan toegang krijgt tot een hele onderzoekspopulatie waar dat we anders helemaal geen toegang zou tot hebben. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk daar. Zou je heel praktisch uit je eigen ervaring een voorbeeld kunnen geven wanneer je belang hebt gehad aan je samenwerking met de universiteit in China? Ja, dus een van de thema's waar dat we binnen dat Joint Research Centrum op werken, dat gaat over logica toegepast in een sociale context. Dus we kijken naar sociale informatiesystemen zoals Facebook en Google+ en Twitter, dat soort dingen. En natuurlijk weten we dat daar de informatiekanalen streng gecensureerd en gemonitord worden daar. Dus het is heel dus eigenlijk voor ons interessant om te zien hoe dat informatie binnen die maatschappij zich kan verspreiden. En dat gebeurt op andere manieren dan dat die hier zich verspreiden. Dus net door dat onderzoeksthema van het onderzoek van logica in een sociale context aan te kaarten daar binnen een Chinese cultuur en binnen het Chinese onderzoekscentrum krijg je nieuwe perspectieven en nieuwe vragen, omdat zij daar helemaal anders in hun dagelijks leven mee omgaan dan dat wij dat doen. Dus dat is een concreet thema waar dat we meerwaarde hebben, heel specifiek, door met hun samen te werken. En als je heel eerlijk bent, heb je er stiekem ook wel eens baat bij, omdat China gewoon veel meer geld heeft voor onderzoek? Dus een financieel voordeel voor jullie? Ja, ik denk als Tsinghua Universiteit niet beslist had om te investeren in het Joint Research Centrum, dan zou dat er niet zijn. Zou dat samenwerkingscontact er niet zijn. En dan zou ons samenwerkingsproject dat KNAW sponsort er ook niet zijn. Dus het is heel, voor mijn eigen onderzoeksgebied heel belangrijk dat zij investeren in dat Joint Research Centrum dat we nu hebben. Ja, en zonder universiteiten of de regering die daar beslist van onderzoek is belangrijk, dat staat op de kaart, daarin moeten we investeren, dan zou dat er gewoon niet zijn. Dan blijf je bij losse samenwerkingsverbanden van één onderzoeker, komt iemand anders tegen op een congres en je kan dan wel wat een interessante discussie hebben, maar dan ga je samen geen papers schrijven, dan ga je geen studenten uitwisselen, dan is de informatie doorstroming van de ene kant naar de andere kant heel beperkt. Dus door het feit dat wij nu een structureel centrum hebben en daar waarin geïnvesteerd wordt, worden heel veel dingen mogelijk die er anders gewoon niet zouden zijn. Leuk. Anouk,
Naast deze samenwerking zijn er nog volgens mij rond de 30 andere projecten met Nederlandse of met Chinese universiteiten, vanuit de UvA specifiek. 2013 was ook het China-jaar aan de UvA. Jij hebt ook meegewerkt aan dit boekje, de UvA Meets China. Volgens mij kregen ook alle Nederlandse studenten die toen naar China gingen dit mee om daar een beetje te gaan verspreiden. Althans, ik ben toevallig een keer in China geweest en toen mocht ik dat boekje meenemen. Wat heeft de UvA aan deze samenwerking? De UvA heeft door deze samenwerking de kans om met uitstekende onderzoekers, bijvoorbeeld in de logica, maar ook in andere vakgebieden, denk aan health sciences of urban studies, samen te werken met groepen die beschikken over een ander type expertise. Maar denk ook aan infrastructuur. Ik denk dat dat ook voor andere vakgebieden geldt, dat de sociale context, andere tradities in vakgebieden, in de vooropleiding, leiden tot verschillende perspectieven. En als je die met elkaar deelt en studenten uitwisselt en elkaars colleges laat volgen en kennis laat maken, dat je dan tot kennisvermeerdering komt. En dat is uiteindelijk waar we naar op zoek zijn als UvA. Als we samenwerking aangaan, dan gaat het om kwaliteitsverhoging. Altijd. We zijn ook heel selectief. We hebben op dit moment 5 partneruniversiteiten in China. We spreken en ontvangen een 6e binnenkort in juni, die echt ook van uitstekende kwaliteit is. Maar verder dan dat gaan we niet uitbreiden. Dus we zijn niet op zoek naar kwantiteit, we zijn niet op zoek naar meer projecten of meer naampjes of meer acroniemen. We willen verdiepen in de vorm van zo'n joint research center of bijvoorbeeld joint master programs, joint PhD's. Maar alles vanwege die kwaliteitsimpuls die we voorzien. Jij vindt het heel erg belangrijk en strijdt daar ook voor vanuit de UvA. Hoe wordt dit vanuit de politiek gestimuleerd? In Nederland? Ja, dat is een pijnlijk punt. We hebben als Nederland, ik heb net geschetst dat we de pionier waren, dankzij voormalig minister Peijs. De huidige minister van OCW heeft tot mijn grote spijt ongeveer 2 jaar geleden besloten de bilaterale samenwerking met China op onderzoeksvlak niet voort te zetten in de huidige vorm. Dat betekent in concreto dat de samenwerkingsprogramma's, die dus in sommige gevallen al meer dan 30 jaar bestaan, en ook een voorbeeldfunctie hebben gehad voor andere West-Europese landen, vanaf volgend jaar zullen worden afgebouwd, die nu dus nog bij de academie gerund worden. En ja, de vraag is dus ook wat daar de gevolgen van zullen zijn. Ik denk dat het hefboom-effect waar Sonja op wijst van het China Exchange Program, hoe klein ook, ontzettend belangrijk is geweest. Juist ook in de totstandkoming van zo'n structureel centrum en het loskrijgen van andere investeringen. Omdat een financiering die je samen biedt vanuit het Chinese ministerie van Onderwijs en de Nederlandse Academie van Wetenschappen een kwaliteitskeurmerk is. En als dat wegvalt, heb je alleen nog het institutionele niveau. Maar dat is toch net iets van een ander kaliber. En zeker in het Chinese systeem zal dat een groot gemis zijn. Ja, zonde. Karl, ik wil graag zo van jou nog horen waarom China eigenlijk Nederland interessant vindt. Maar we hebben eerst een vraag uit het publiek. En daarbij meteen even zeggen dat, mochten er meer vragen in het publiek zijn, kom ook vooral naar ons toe. Ja, ik heb een vraag over, jullie noemden net al een aantal voordelen die de samenwerking tussen Nederland en China heeft. En verschillen in cultuur, waardoor China misschien een voordeel heeft boven Nederland en Nederland weer een voordeel boven China. Maar ik vroeg me af hoe het zit met ethische kwesties. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld op het gebied van dierproeven, dat de regels iets soepeler zijn in China en dat China daardoor misschien een voordeel heeft, of dat Nederland een voordeel kan hebben door met China samen te werken, omdat daar de regels anders zijn. Ik weet niet wie daar iets over kan zeggen. Ik kom die vragen wel tegen onder management. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onderzoek wat nu gedaan wordt naar genoomontwikkeling en op dat gebied, dan China heeft als uitgangspunt een amoreel uitgangspunt. Daarmee bedoel ik niet dat ze geen moraal hebben, maar dat zij geen keuze maken in morele principes. Heel anders dan bij ons, waar wij, en in de Verenigde Staten ook, en in het Westen veel meer vanuit ethische principes laten leiden. Dat doet China niet. Dat zie je op heel veel vlakken, in economische ontwikkeling, in samenwerkingsverbanden, ook in de wetenschap. En ik denk dat op dat gebied, en ik zie dat ook bij bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven,
die veel van hun diepteonderzoek in het Westen hier uitbesteden aan start-ups. Of dat naar China brengen, omdat men daar veel meer en veel sneller door dat proces heen kan gaan qua ontwikkeling. Als het gaat om specifieke medicijnen, die verpersonalisering, genoomstudies, dan gaat dat in China razendsnel. Ik denk dat wij daar straks volgend zijn op de ontwikkelingen daar. Ja, daarop aanhakend, wij zijn straks volgend. Waarom is Nederland voor China nu interessant? Nederland heeft in China, voor zover ik dat, en ik spreek er nogal eens wat mensen over van, hè, waarom wil je nog toch steeds die rare Hollanders binnen hebben? Een hele goede reputatie als het gaat om oorspronkelijkheid en creativiteit. Nederland scoort hoog op heel veel innovatieindexen. En in China verbazen ze zich er een beetje over dat een land wat dermate klein is, en waar, want dat herkennen ze, de overheid niet heel veel inspanningen doet om dat te ontwikkelen. Dat zien zij ook. Ze zijn daar niet gek. Dan vinden ze het toch knap hoe Nederland daar oplossingen weet voor te verzinnen. Om daarmee om kan gaan. En dat zijn nou juist de dingen waar zij van vinden dat ze dat beter zouden moeten kunnen beheersen. Dus in die zin is Nederland met zijn cultuur van eigenwijsheid, tegendraadsheid, toch oplossingen vinden voor hun bijzonder interessant. En dat is een van de redenen dat ze steeds vaker hier naartoe komen, maar ook steeds vaker onze toptalenten weghalen naar hun toe. Om een tijd lang daar een soort kruisbestuiving te gaan organiseren met hun wetenschappers. Ja. Horen jullie? Ja, sorry. Wat China ook heel strategisch doet in aanvulling op het respect voor de veerkracht van het Nederlandse onderzoek, om het zo maar even te noemen, is heel strategisch kijken naar thematische sterktes van potentiële partnerlanden. Wat wij in Nederland soms wel eens wat minder scherp durven te analyseren, omdat wij wat meer kijken naar die hoogvlakte van de 13 universiteiten en de nationale onderzoeksinstituten die allemaal ongeveer even goed zijn. Is dat in China eigenlijk al een jaar of 15, 20 geleden er gewoon een prioriteitenlijst lag aan thema's waarop je met Nederland zou moeten samenwerken. En dan moet je denken aan vakgebieden als Integrated Water Management, waar heel gericht samenwerking op werd gezocht met Wageningen, met Delft, met Utrecht. En ook ontzettend mooie, langjarige, goede projecten zijn opgestart. Terwijl misschien met andere landen weer gekeken werd naar ander type onderzoek. En op dat vlak is zeg maar de Chinese intelligence van hoe gaan we nou kijken naar fact-finding, waar zitten sterktes, waar kunnen we die meerwaarde nou binnenhalen, is heel goed georganiseerd. En dat is natuurlijk ook plangestuurd. Maar daar staat tegenover dat je dan wel goed beslaagd ten ijs komt. En omgekeerd voelden wij als Nederland ons toen in die tijd best wel vaak overvallen door die concrete verzoeken. Omdat wij zelf wat minder dat type informatie geordend en wel klaar hadden liggen om een reactie te geven op zo'n verzoek. Dus dat is ook wel een interessant verschil. Grappig. Ja, ik vond het wel leuk, want ik wil nog heel eventjes teruggaan op wat Karel zei. En ik moest namelijk denken aan dat je eerder tijdens een gesprek met ons had verteld dat Chinezen nog wel eens geïnteresseerd zijn in het kopen van Nederlandse of misschien ook Belgische universiteiten. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen? Nou ja, Anouk zei al, Chinezen denken waarschijnlijk een slagje strategischer dan wij. Het planeconomie heeft zo zijn nadelen in de zin van top-down. Maar het heeft ook voordelen dat ze heel gericht zijn. Als je kijkt naar de Chinese investeringen in West-Europa, over heel de wereld, maar in West-Europa, dan zie je dat ze begonnen zijn met heel veel in infrastructuur aan te kopen. Dat zien wij overigens niet. Maar er zijn in Europa zijn er 4 rederijen die eigenlijk het vrachtverkeer rondom Europese en Afrikaanse havens verzorgen. Die zijn alle 4 voor een meerderheid in Chinese handen. Piraeus is een Chinese haven. Zo zijn er nog veel meer van die dingen. Daarna zijn ze gaan kijken naar dienstverlevende bedrijven. De discussies hier met de Anbang en de verzekeringsmaatschappijen die eigendom zijn. En er wordt mij in China regelmatig gevraagd van
Welke kennisinstellingen zijn nou de moeite om aan te schaffen? Dat zei ze laatst bij het Tsinghua ook nog. Van wat zijn nou interessante? En ik weet, nou, daar kun je niet te veel over vertellen, maar een van de bekendere business schools in Nederland is op het ogenblik in vergevorderde onderhandelingen om het eigendom Chinees te laten worden. En zo zijn ze op zoek. Ik weet dat ze bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in onderdelen van onderzoeksinstellingen rondom medische dingen, maar ook zakelijk, Erasmus. Die zijn allemaal in gesprek met Chinese partijen die graag daar ook een eigendom in verwerven. Om het vervolgens te gebruiken als een platform van de ontwikkeling van hun eigen wetenschap. Het is niet omdat ze daar denken van daar zit een bijzonder goede business case in, maar van dan heb ik een veel directere toegang en zeggenschap tot die agenda. Dus ik denk dat we daar ook nog veel gaan meemaken. Als de Nederlandse overheid niet investeert in de kennisinstituten, dan zullen de Chinezen het wel doen. Maar Nederlandse universiteiten zijn publieke instellingen. Ja, maar business schools niet allemaal. Veel universiteiten hebben onderzoeksinstellingen die een beetje op afstand gezet zijn. Dat zijn allemaal onderdelen waar ze erg in geïnteresseerd zijn. Dus dat wordt nog spannend. Ja, en wat ik ook zei, ze merken wel dat vanuit Nederland de strategische agenda vermindert, dat het vooral gaat om kostenbezuiniging. En dat zijn momenten waarop Chinezen graag instappen. Ja. Dus daar verwacht ik van dat we nog wel wat gaan zien. Om de link naar de toekomst wat door te trekken, hebben we nog een vraag uit het publiek? Ja. Hoi. Tijdens de academische jaaropening van 3 jaar geleden, toen ook dit boekje werd gepresenteerd, toen sprak de vicevoorzitter van deze, die elke maand 2 keer naar China reist. En die voorspelde dat over een jaar of 30, 95% van alle internationale AIO's dat die uit China komen. Hoe kijken jullie daarnaar? Waarom zo lang? Nou, dat werd niet gespecificeerd en dat zou ik ook niet weten. Maar dat 95% tussen, ja, toch wel een aanzienlijke tijd dat van Chinese afkomst is. Dat is realistisch. Ja, dat ik denk dat wel per vakgebied afhankelijk is. Want je ziet bijvoorbeeld op dit moment zelfs dat de Chinese Scholarship Council, die investeert in promovendi van China om naar hier te komen en hier hun PhD af te ronden, dat eigenlijk verschilt per vakgebied. Dus in de technische richtingen is er heel veel investering op dit moment. Maar voor andere richtingen, zeker humanities, is dat op dit moment niet het geval. Dus er is misschien wel een verschuiving van meer promovendi uit Azië die naar hier zullen komen. Maar ik denk niet dat die trend zich over het algemeen, over alle vakgebieden zal verspreiden. Dat denk ik niet. Kleine toevoeging daarop. Ik denk dat het ook wel samenhangt met het gebrek aan investeringen die wij zelf doen in deze jonge generatie onderzoekers. Als ik hier op instellingsniveau kijk, denk ik dat er reden is tot grote zorg. Er is nauwelijks geld, zeker niet vanuit de basisfinanciering, om nog AIO-plekken te betalen. Dus dat moet allemaal op projectbasis vanuit competitieve funding komen, met grote onzekerheid die daarmee samenhangt. Er zijn heel veel andere middelen naast wat ik net noemde, de bilaterale onderzoeksprogramma's na 2017 met China weggevallen. Maar ook in de Nederlandse structurele financiering voor onderzoek is natuurlijk ook door het huidige kabinet de keuze gemaakt om de aardgasbaten niet langer in te zetten voor investeringen in onderzoek. En dat leidt eigenlijk in concreto tot het schrappen van ongeveer 1/3 van de beschikbare middelen voor promovendi, verspreid over alle instellingen in Nederland. En dat is toch echt wel kaalslag, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk, zonder ons vast te pinnen op percentages, dat als wij zelf niet investeren, net als bij het investeren in bedrijfsinfrastructuur, ja, dan is natuurlijk de vraag, wie vult dat gat op? Dat kan China zijn. Een aantal jaar terug zat Brazilië in de lift. Toen hadden we Ciencia Sem Fronteras, Science Without Borders. Ook hier aan deze faculteit hebben een aantal studenten met een beurs gestudeerd. Nou ja, door de politieke instabiliteit is dat nu even frozen. Maar ook daar zie je dat een opkomende economie ziet van dit is waar de toekomst ligt. Dus als wij het zelf niet doen, misschien is het gedeeltelijk China, misschien India, later Zuid-Afrika, wie zal het zeggen, Mexico, Brazilië? Ja, ik vraag me trouwens af of veel AIO's hier naartoe komen, of dat veel van onze AIO's ginds een plek gaan vinden. Ik verwacht eerder het tweede, omdat de wetenschappelijke communities daar
China is veel opener geworden, investeert ook echt in internationalisering en in kennis daar. Die worden heel aantrekkelijk, ook voor talenten van hier. En China creëert dat heel bewust, kijkt daar ook veel verder naar de toekomst. Als voorbeeld, elk jaar worden 20.000 Afrikaanse toptalenten uit de universiteiten over heel West- en Zuid-Afrika gerekruteerd om in China verder af te studeren en onderzoek te doen. En dat is dan nu nog vooral gericht op ingenieurs en dokters, zal ik maar even kort zeggen. Maar zij hebben een belang bij de strategische invloed die zij hebben in het continent. Investeren daar dus ook in door 20.000 studenten per jaar uit Afrika op te leiden voor hun PhD of hun verder onderzoek. Ja, ik zie het hier niet zo gauw gebeuren, eerlijk gezegd. Ja, helder. We hebben hier ook een reactie vanuit de zaal. Ja, mijn naam is Kees Laat, hoogleraar systemen en netwerken bij Computer Science bij Informatica. Over die hele financiering en het feit dat we geen geld meer krijgen van de regering uit de aardgasbaten enzovoort. We hebben nog steeds ook wel andere financiering. Maar wat mij opvalt is als wij open PhD positions hebben, dat wij ook erg weinig Nederlandse kandidaten krijgen. Heel veel kandidaten komen van de rest van Europa, van het Midden-Oosten, van Azië enzovoorts. Een ander punt is, ik heb een groot aantal Chinese PhD-studenten in mijn groep. Op dit moment een stuk of 6 of 8. Het valt mij op dat China in een aantal rondes zijn hele academische systeem aan het booten is. Dus er zijn 8, 9 jaar geleden is er een hele wave van studenten, de top 5% via die programma's uitgestuurd. Die zijn teruggekomen, die zijn meteen UD geworden, hebben zelf weer een aantal PhD-studenten gekregen. Die zijn ook uitgezonden. Daarvan is weer, van wat er terugkwam, de beste paar procent gekozen. Ze hebben een enorme pool, dus zij kunnen dat doen. Ik ben 4 jaar geleden in China geweest bij de universiteiten die u noemt, Beijing, Shanghai. Nu pas in januari weer. Toen stonden die gebouwen nog redelijk leeg. Nu is daar een enorm bloeiende, maar ook heel hoog kwalitatieve gemeenschap ontstaan. Uit die teruggekomen assistant professors en associate professors en full professors. Heel jonge mensen allemaal. Maar die hebben al een kwaliteit dat nu die studenten al bijna niet meer hier naartoe gaan. Ze houden gewoon de studenten zelf. Dus de hele argumentatie van denk je niet dat die wave van Chinese studenten enorm toeneemt. Ik denk juist dat dat gaat instorten en dat ze juist nu meer in China gaan brengen. Dat systeem is geboet, begint nu te lopen en heeft nu zelf de enorme zuigkracht aan PhD-studenten en dus ook die top 5% die ze normaal via die CSC-programma's naar ons stuurden. Ja, dus PhD'ers gaan steeds meer in China blijven. Masterstudenten ook. Ja. De kwaliteit, precies wat u zegt, de kwaliteit is nu van zo'n niveau. In het begin waren ze heel erg erop gebrand om hier te komen leren. Ondertussen kunnen ze zelf zo'n kwaliteit verzorgen dat ze veel liever toptalenten van hier daar naartoe halen om de kwaliteit op te krikken. Want hun gemiddelde niveau aan kennis is ontloopt niet van de westerse universiteiten, zal ik maar zeggen. Als je kijkt naar waar het verschil nog ligt, is wat ik zeg. Wat China heel sterk vindt aan Nederlandse kennisinstituten is dat zij noemen dat resilient. Met verschillende omstandigheden toch kunnen blijven werken. En dat zijn dingen die ze interessant vinden. Maar verder denk ik dat ze veel meer, je zei in het begin cherrypicking. Ze willen onze talenten nog wel hebben, maar of ze hier nog zoveel te halen hebben, dat wordt snel minder. Nou, we hebben een mooi bruggetje gecreëerd naar een vraag die wij jullie als publiek willen stellen. We hebben wat gespeculeerd over hoe het nou gaat zijn in de toekomst wat betreft wetenschap en China. En we willen aan jullie vragen of jullie denken dat het zwaartepunt van de wetenschap zich naar China gaat bewegen. Ook de vraag wat op de flyer staat. En wie denkt dat dat zo is? Dus wie denkt dat het zwaartepunt van de wetenschap naar China verplaatst? Mag ik vingers zien? En wie denkt nee, hier klopt helemaal niks van? Dit is
ongeveer gelijk. Denk je niet? We hebben heel veel mensen geen mening. Oké, okay, de vraag is niet goed gesteld. Laten we zeggen over 10 jaar. Wilt u hem opnieuw? Een dus wie nieuw... denkt dat er binnen 10 jaar het zwaartepunt naar China verschuift? Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat jullie hierover denken. Ik zou ook wel graag een kleine nuance willen aanbrengen in de vraagstelling. Ik denk niet dat er wereldwijd sprake zal zijn van één zwaartepunt in het wetenschappelijk onderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek per definitie grenzeloos is. Dus dat onderscheid niet zo gemaakt kan worden. Wat ik wel denk is dat de zwaartepunten die we van oudsher kenden, dus zeg maar de VS, West-Europa, Japan, dat daar een grotere differentiatie in gaat plaatsvinden. Dus dat die nodes veranderen en dat daar een heel zwaar punt boven China komt te hangen, dat wil ik ook wel geloven. Maar altijd in interactie. Ja. Sonja? Ja, ik denk dat afhankelijk per vakgebied, als je naar humane wetenschappen kijkt, logica, taalonderzoek en zo ook, dat je daar wel een verschuiving gaat zien en dat China nu wel een belangrijke speler gaat worden. En, want dat is een opkomst en dat was bijvoorbeeld een hele tijd geleden nog niet het geval. Dus er zijn nu meer logica is veel meer zichtbaar en veel meer voorhanden in allerlei universiteiten daar. En dat was voordien niet georganiseerd. En het is helemaal niet duidelijk wie er op dat gebied daar actief was. En nu wel. Dus je krijgt wel, niet internationaal misschien een heel grote verschuiving, maar je krijgt wel een extra zwaartepunt daar. Ze gaan zich wel manifesteren zodanig dat het onderzoek daar en bepaalde thema's waar het voordien niet zichtbaar is, wel veel meer zichtbaar zal zijn. Dat denk ik wel. Ik denk dat er in 10 jaar heel veel gaat veranderen. Ik weet ook niet of er nog één land is wat echt de dominantie naar zich toe gaat trekken. Ik ben het er mee eens. Kennis gaat tegenwoordig wereldwijd. De vaardigheden zullen veel meer liggen in allianties en samenwerking. Veelal zie je nu nog dat wetenschap in instituten verankerd is. Die dat ieder voor zich en die wisselen wel kennis uit, maar dat is toch redelijk verkokerd. Ik denk dat daar heel veel op gaat doorbreken. Dat je veel meer samenwerkingsverbanden gaat zien. Dus dat betekent, als je het over het geheel gaat kijken, dat er meer kennisplekken over de wereld gaan komen. En in een periode van 10 jaar zal dat vooral China zijn, denk ik. Als ik een beetje kijk naar de anderen, dan zijn die ontwikkelingen daar wat langzamer. Dat betekent dat wij misschien iets inleveren in dominantie per se. Maar dat hoeft nog niet zo te zijn dat dan de kennis hier verdwijnt. Dat vind ik een andere. Maar... Dat lijkt me een mooi beeld om mee af te sluiten. Het is namelijk 1 uur. Dus ja, ik vrees dat we de vraag na afloop moeten gaan doen. Maar er is nog genoeg tijd, denk ik. Ik denk dat de sprekers het wel goed vinden om nog even te blijven. Als jullie nog meer vragen kunnen stellen. Ik wil je heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik vond het... erg leuk om te horen hoe jullie hierover denken. Mocht je het begin gemist hebben, wil je nog een stukje terugkijken. Je vond die ene grap over China toch wel heel erg leuk. Kijk dan op betterbreak.nl. Daar komt na afloop de hele editie op te staan. Volg, like ons op Facebook. En dan rest me niets anders dan nog te zeggen dat volgende maand we het gaan hebben over de macht van het programmeren en de... Iets met Silicon Valley. Het wordt heel erg interessant. Het is nog een beetje een spannend onderwerp. Zorg dat je er allemaal bij bent. Midden juni, mei, midden mei. In deze hal. Tot dan.